De in Nijmegen geboren coach van Juliana 31, Remco Bisantini, heeft voor 3 jaar mogen bijtekenen als bondscoach van Curaçao. Hij verheugt zich op het avontuur. Ik ben super trots natuurlijk dat ik weer 3 jaar erbij heb gekregen. En spreekt heel veel vertrouwen uit van de bond naar mij toe. Ik had nog een jaar. Twee jaar ben ik nu bezig als bondscoach van Curaçao. Mijn contract loopt pas eind volgend jaar af en ze hebben me na de wedstrijd in Florida verlengd met een optie van nog 3 jaar. Bisantini moet het bondscoachschap wel combineren. Als hoofdtrainer van Juliana is dat zijn verantwoordelijkheid. Ik vind het fantastisch om bij een club als Juliana te mogen trainen. Met nadruk te mogen. Want we hebben ook een afspraak met elkaar. Als ik internationale verplichtingen heb met Curaçao, dan is hier binnen de club is prima geregeld. Dat was ook mijn voorwaarde. En Maurits Pol, die hier ook jaren het eerste elftal getraind heeft, ja, die doet dit ook met 2 vingers in de neus. En dat is voor mij natuurlijk heel lekker wegkomen hier. Maar aan de andere kant, ik blijf mezelf trainen. Want met Curaçao is het natuurlijk toch zo dat je 6-7 keer per jaar, je moet er ineens staan. En ik denk dat ik de enige bondscoach ben die dit doet. Maar ja, ik vind het gewoon, ik vond het heerlijk om te doen. Kijk, het is de focus die je legt internationaal of natuurlijk bij een amateurclub. Kijk, op het moment dat het fluitsignaal gaat, dan denk je niet meer aan die 80.000 man die er zitten. Natuurlijk, de benadering is anders. Met Curaçao heb je te maken met jongens die eerste eredivisie spelen, Premier League, in Spanje, in Duitsland, in Japan. En hier heb je met een club gebeuren te maken. En kijk, hier heb je 365 dagen waar je iets kunt doen met een elftal. Hè. Je kunt een keer een mindere fase hebben. Maar bij Curaçao weet je, ik heb natuurlijk de voorbereiding vooraf. Dat hebben de spelers natuurlijk niet. Maar je moet het in die 10, 12 dagen dat je bij elkaar bent, moet je het doen. En daar gaat het pertinent om winnen. En dan gaat het natuurlijk bij Juliana ook. Maar alleen, je hebt iets meer kansen om je te revancheren. De ambities met Curaçao zijn niet minder dan met Juliana. Voor beide zet Bisantini alles op alles om de doelstellingen te behalen. Dat betekent voor de voetbalclub uit Malde maar 1 ding. Ja, kampioen worden. Absoluut. En dat heb ik ook uitgesproken. Vanaf dag 1 zou ik nooit doen. Dat heb ik ook nog nooit gedaan. Kijk, vorig jaar hebben we een matig seizoen gedraaid. En we kunnen de vinger op zere plek leggen. Prima selectie in het begin, maar heel veel blessuregevallen gehad. Maar liefst 6-7 gedurende het hele seizoen. En nu trainen we eigenlijk vanaf dag 1 met een selectie van 18 tot 22 spelers. Ja, en dat maakt je sterk. En we hebben een dusdanig elftal waarvan ik zeg dat je gewoon in de eerste klas gewoon bij de bovenste plaatsen mee moet doen. En dan zeg ik kampioenschap.